Hey kijkers van YouTube, welkom bij een nieuwe aflevering van City Skylines. Vandaag wil ik één ding aan iemand bedanken, want ik heb een reactie gekregen van een kijker. Zou ik die er heel even voor pakken? Even kijken, ik heb het hier op mijn andere beeldscherm staan. Even kijken, waar staat die? Ja, van Nezir Nezirevich. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar hij zegt dus, als je onderaan klikt, staan daar een paar huisjes met kleuren, dan moet je groen pikken en als je wilt dat je suburban district beter en rijker wordt, bouw dan zeker een politiestation en ziekenhuis en ook nog wat winkels. Dat kreeg ik bij de vorige aflevering en daar wil ik hem heel erg voor bedanken. Maar ik heb namelijk niet zo heel veel verstand van dit spelletje, maar hij zei dus naar beneden district, bij huisjes, hier, zoning. District. Oké. Okay. Erase district. Plains district. Forest district. Farming. Wat is dit? Oil industry. Even kijken. Paint a part of the city you want to become a district. New districts will be named automatically but can be renamed later by clicking district names in the info window. Oké, maar hij zei dus dat ik dit een... Tenminste, ik denk dat ik, als ik dit zo sleep, hè, zo, kan het ook groter. Zo. Oh, dan kun je het een naam geven. Oh. Dan kan ik, ja. Als ik daar nou op klik. Oh, dan kun je het ook een andere naam geven. Het kleine dorpje. Dorpje. Zo. Hey. Ik zei het kleine dorpje. Oh, hier blijven. Het kleine dorpje. Enter. Is het nou goed? Ja. Oké, ik heb dus nu een district gemaakt. En dan moest ik een ziekenhuis. Zo moest ik allemaal bouwen. Ja, ik had hier al een brandweer. Die zit hier. En een ziekenhuis had ik ook al gebouwd. Dat zit hier. Water, dat heeft iedereen. En politie, waar heb ik dat? Dit ligt daar. Even kijken. En als ik nou die kant op doe dan? Het is nou gewoon een beetje uitvogelen voor mij hoor. Ik heb hier niet zoveel verstand van. Maar dankzij de tip van een kijker, en daar ben ik ook echt heel erg dankbaar voor, dat het dus eigenlijk zo zou moeten en dat er dan betere huizen zouden komen. Als het niet zo is, laat het me dan alsjeblieft weten in de reacties, dat ik er misschien wat aan kan doen. Dus heb ik het zo goed gedaan? Ik hoop het wel, anders moet je het mij maar eventjes uitleggen, sorry. Maar goed, 3 minuten precies en we zijn er alleen maar aan lullen. Dus laten we nou eens weer even wat bouwen. Er is wat industrie, mensen wonen met industrie. Geweldig is dit toch? Even bijdraaien. Eindigt hier en dan wordt straks helemaal... Dat gaat straks hier helemaal langs. Lekker hoor. Even kijken, er wordt dus een paar nieuwe industrie. Dan doen we dat dus eventjes. Even kijken, dat begint hier. Zo, en dan... Nee, het moet wel allemaal mooi aan elkaar aansluiten. Oh, dat is wel erg ver. Nee, dat is weer iets te. Zo. Hier nog eentje door midden. Zo. Kunnen we hier weer allemaal industrie plaatsen, want daar is behoorlijk wat vraag naar, zie ik. Dus ik hoop dat het zo nog een beetje goed gaat. Waarom heb jij geen stroom? Oh, hey, ik hoor een sirene. Is dat die? Zit de politie nou achter die scooterrijder aan? Daar rijden ze, daar. Wat gaat er gebeuren? Dat wil ik eens zien. Oh, huh? Of rijdt hij nou vast? Hé, hey, ze reden door elkaar, zag je dat? Ja, waar gaat de politie nou naartoe dan? Oh, die hebben geen water, tuurlijk niet. Oeps. Sorry, jullie krijgen water van mij. Maar als ik het dus zo goed heb gedaan, laat het me daar alsjeblieft weten. Misschien dat het dan wat beter gaat. Ah, nee. Auw. Kunnen we weer zo'n ding neerplempen? Zo. Kijk, wat vies hier allemaal, hè. Goh. Ga weg.
We verdienen wel mooi geld, zo. Dat is positief. Even kijken, dan doen we even zo. Het is wel een beetje schuin, hè. Ik wil het natuurlijk wel mooi hebben. Kijk, dan kunnen hier weer een paar huizen. Dan trekken we dit gewoon door. Het is zonde van huisjes. Dat weet ik, maar er komen wel nieuwe bij. Ja, ik weet het dat jullie niet zo leuk vinden, maar het zou wel moeten. Kijk, dan kunnen we hier weer nieuwe huizen maken, zo. Maar daar is ook weer vraag naar. Oké, doen we daar in het midden, doen we die. Zo. Daar, daar. En daar. En dan hopen we dat het zo een beetje beter gaat, hoop ik. Oh ja, die moeten natuurlijk ook water hebben, want anders gaan ze straks weer zeuren. Daar heb ik ook geen zin aan. Zo. En dan trekken we hier nog eentje. Space Authority. Oh. Kun je hier niet onderdoor? Wat staat er weer voor iets? Waarom kan dat niet? Kan hier toch gewoon onderdoor? Er staat niks mis meer. Ding. Ding. Hebben ze nou allemaal water? Symmetry needed. Oh ja, sorry. Zou ik voor jullie neerzetten. Waar kun je die het beste plaatsen? Ik zet er gewoon hier neer. Fuck it. Huppakee. Ah, daar wordt dus wel allemaal blij van. Dat is goed. Misschien dat ik hem dan beter hier neer had kunnen zetten. Maar goed. Een begraafplaats. Ja, als mensen dat graag willen. Toch? Nieuwe services. Wat hebben wij nieuw? Public transport. Ja, dat geloof ik wel. Bus depot. De bus depot automatically sends out buses for your bus lines. Build lines with the bus stop. With the bus stop tool. Moeilijk woord. Adjust the number of buses available by raising or lowering the city public transportation budget. Oké. Ik geloof het. Ga je niet meer. Alweer te weinig. Gadverdarrie. Nou, dan heb ik daar geld voor, ja. Ja, dan zet ik deze er gewoon weer neer. Kan die niet hier? Anders moet ik dat... Doe even anders. Slope steep. Nou. Ik vind het zo zonde om dat allemaal... te slopen. Wat hadden we nodig? Die. Dan plannen we deze gewoon hier neer. En hoeveel hebben we dan? Ah, zat. Yes. Kijk, dan doen we even één windmolen, halen we even weg. Zo, en dan kan het mooi groeien, hoop ik. Ja, ik heb hier wel allemaal huizen, maar dit heeft nog niet zo heel veel nut. Maar er is niet zo heel veel vraag naar... hoe heet dat? Naar woningen. Nou, het ziet er toch al mooi uit, toch? Hoeveel mensen hebben we? Nou, bijna 3300. En wanneer krijgen we weer nieuwe spulletjes? Spulletjes. 4600. Poeh, dat is nou heel veel. Wat nou weer? Wat heb ik nou weer gedaan? Het zal wel. Wat is dit? Parkjes, dat hebben we nodig. Ik doe maar gewoon een beetje wat hoor. Ik. Wat space already acquired. Hup, ga daar maar staan. Je kunt er gewoon heuzen slopen. Sorry mensen. Zij is tenminste een beetje blij. Zo. En ik zie dat ik alweer bijna 10 minuten bezig ben. Dus ik sluit het zo af. Ik kan er wel een keer een langere aflevering van maken hoor. Dat doen we ook wel een keer. Maar dan moet het eigenlijk een beetje... De stad moet eerst een beetje groter worden. Nou, ik hoop van mijn kijker... Sorry, ik weet jouw naam niet meer. Want het was een behoorlijk... Moeilijke naam, een Russische naam, denk ik. Als ik het zo goed heb gedaan, laat het me dan alsjeblieft weten in de reacties hier beneden. Als je het zou willen, of als ik het anders moet doen, laat het me alsjeblieft weten dat ik het kan veranderen. En hier moet ik ook een keer wat aan doen, trouwens. Maar goed, dat komt voor de volgende keer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat zo is, doe dan even een duimpje omhoog. En als jullie meer van mij willen zien, abonneer dan op mijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer terugzie bij een nieuwe aflevering van City Skylines. En misschien dat het dan veel beter gaat. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken.
tot de volgende keer. Kalm!